Vandaag breng ik een zieke OG-serie terug. En ik ga het jullie allemaal uitleggen, maar dat doen we niet met Cam, want zoals jullie kunnen zien, is de kwaliteit nog steeds lichtelijk bagger. Dus dat gaan we eerst fixen. Voor nu, geniet van de video. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens jullie welkom bij Kanalen Trashen. Je hoort het misschien al aan de naam, Kanalen Beoordelen komt terug. Maar voordat jullie kleuters in de comments gaan vragen of je aan de beurt kan komen en een shout-out kan krijgen of weet ik het, luister even goed naar de mooie intro die ik heb gemaakt, zodat jullie exact weten wat dit is, hoe je meedoet en ja, dat soort dingen. Let's go! Welkom bij Kanalen Trashen. In deze serie gaan we maar liefst 3 kanalen per video bekijken. Vervolgens ga ik stemmen welke ik de beste vind. En jullie ook in de straw poll hier beneden. Degene met de meeste stemmen krijg je in de volgende video een dikke shout-out. Leasers krijg je niks. Kan je meedoen? Laat een comment achter hier beneden. En vraag erin kan komen en drop een like. Straw poll staat altijd in de beschrijving en daar kan je iedere video op voten. Dus kijk lekker mee of jij erin zit. En zo niet, vraag het aan en leer van de tips. Want ooit kom jij in de competitie en dan wil je natuurlijk wel winnen. Dus dames en jongens en meisjes, hartelijk welkom bij Kanalen Trashen episode... Ja, vandaag is daar de allereerste episode van. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zo ja, laat alsjeblieft je support achter in de comments en in de likes natuurlijk. En als je gaat aanvragen of je erbij kan, kan je natuurlijk ook iets anders zetten. Het hoeft niet alleen maar een sollicitatie of iets te zijn. We uploaden dit iedere woensdag, niet op maandag zoals we eerst deden. En ja goed, dat is. Laten we gewoon lekker beginnen met het allereerste kanaal, dames en heren. Let lekker op de tips, want zodra jij aan de beurt bent, dan wil je natuurlijk dat je alles snapt, alles weet. Dat je alles goed hebt ingesteld, zodat jij... de eer wint en de boost wint wanneer jouw kanaal aan de beurt is. Dus laten we beginnen. Koikam is het eerste kanaal. En wat we hier hartstikke mooi zien is dat hij een super vette banner heeft. Ik heb hem ooit eens eerder beoordeeld, heel erg lang geleden. Ik zie dat er aardig wat veranderd is. Volgens mij heeft hij video's verwijderd en nieuwe gemaakt. Eentje heeft hij er. Ik ga mensen niet beoordelen op hoeveel video's ze hebben. Wat ik wel zie is dat hij best een leuke thumbnail heeft gebruikt. Ik weet dat het geen thumbnail is, maar hij heeft best een highlight... I guess, het ziet er wel grappig uit. Sowieso moet ik even terugkomen op zo'n banner, want het is echt insane. Even een slokje drinken, gotta stay hydrated. Ook je logo ziet er echt dope uit. Dus je design, god, daar kan ik echt niet tegen op. Je hebt 46 abonnees. Ik ben er zelf ook eentje van. We gaan gewoon even je video bekijken. Kwaliteit doet er natuurlijk ook toe, dames en heren. Zeer zeker wel. Ik vind het grappig dat deze man nog nooit ever heeft geüpload en 46 abonnees heeft en 308 views. Ja, prachtig. Regardless, wat ik hier kan zien is dat ik niet echt recommended heb. Wat betekent dat je waarschijnlijk geen tags in je video hebt gezet. Dus schrijf bijvoorbeeld in je tags Frusky Games, Minecraft, Event, Gerlof. En als ik dan bijvoorbeeld Gerlof intyp, heb ik kans dat ik deze video zie. Dat kan je een paar extra views geven en een paar nieuwe kijkers. Ik weet niet tot in hoeverre je echt iets van YouTube wilt maken, aangezien je nu ook niet upload, maar het zou een goede tip zijn. Voor de rest ziet je beschrijving er heel erg dope uit. Je bent gewoon lekker chill, je hebt alle toffe informatie, je hebt emoties, super tof. Ach, en je kanaalbeschrijving. Oh, je krijgt strafpunten, kill. Ja, playlist gaat nog wel moeilijk met één video. Daarover nog, ik vraag me af, wat heb je met deze video gedaan? De hele tijd de compilatie? De tijd gewoon goed, 720, helaas geen 1080, maar goed, maakt ook niet zoveel uit. Hey, lekker bezig, dit is Quicken, dames en heren. Vind je het hem tot nu toe het beste kanaal, kan je op hem stemmen in de straw poll. Zeg je van, hey, nee, ik vind deze heel bagger, of ik kijk nog even verder. Gaan we nu naar het volgende kanaal en misschien is deze wel beter en vote jij op haar of hem. Volgende is Loes Langes. En dit is misschien een iets actiever en groter kanaal, maar dat wil niet meteen zeggen dat het een beter kanaal is. Loes heeft momenteel 82 abonnees, een best wel zieke banner. Ik vind persoonlijk die van Playing Games nou, hoor mij nou. Ik vind persoonlijk die van Quicken beter, maar deze is ook best wel vet. Je logo is dope, alleen je krijgt wel minpunten omdat je zeg maar niet een matchende achtergrond hebt. Voor de rest gebruik je thumbnails. Niet hele goede, maar wel thumbnails in plaats van Quicken die dat niet deed. Oh, dat is mijn Discord. Dus ja, we gaan gewoon even dit kijken. Volgens mij zijn het gewoon memes. Thanks dat je me bij mijn paardjes hebt... Paardje, oké. Okay. Thanks. Oké, dus even een inschatting. Volgens mij zijn dit gewoon random memes die ze uploaden. Dus niet een enorm serieus kanaal, maar meer gewoon een chill-out kanaal waar je gewoon gekke shit kan zien. Oh, it's Rovo. Nee. Deze song... Oké, deze song wil ik niet meer horen in geen enkele video. Dank u wel. Maar goed, het is dus een soort van reclame voor
Itzerovo's upload dus eigen gemaakte animaties. Die edit ze zelf. Nou goed, Bongo Cat is natuurlijk niet zelf geëdit, maar je snapt wat ik bedoel. Dat upload ze dan wekelijks zo te zien. Dus dat is best dope. Nog even bij je kanaalbeschrijving kijken. Wederom, in tegenstelling tot QuickAim, heeft zij wel een kanaalbeschrijving. QuickAim had wel een betere beschrijving, maar... Loes heeft een kanaalbeschrijving wat hij niet had. En tenslotte playlists. Oeh, ze heeft zelfs playlists gemaakt. Dus dat is heel erg dope. Hey Loes Langes, ik denk dat je er zeker een goede kans maakt. Dus vind je haar de beste? Laat het weten in de beschrijving in de straw poll. En wie weet, geef je Loes Langes gewoon een shout-out. En de win van de eerste episode van Kanalen Trasher. We gaan het meemaken, maar we hebben nog één competitor. En dat is Kekke Gameplay. Voor de mensen die vragen, hey, waar haal je al deze kanalen vandaan, terwijl er nog geen video is geweest? Ik heb op Discord gevraagd van, yo, willen jullie me een linkje sturen voor je kanaal? Dus als je nog niet mijn Discord bent gejoind, doe dat zeker even. Thanks. Alright, moving on. 370 abonnees. Tot nu toe het grootste kanaal. En wederom ben ik er al op geabonneerd. Dit zijn echt... We beginnen gewoon met de meest trouwe kijkers, weet je. We gaan dadelijk verder en verder. Dus hartstikke top. Ja, tot nu toe is dit de meest actieve uploader. Krijg je wat mij betreft zeker pluspunten voor. Naar mijn mening ben je ook degene met de meeste thumbnails. En de beste thumbnails en de uniekste thumbnails. Ja, wat mij betreft sta je op tweede plek qua design. Ik vind het net iets beter dan Loes. Ook voornamelijk omdat jouw logo matcht met je banner. Maar QuickAim topt jullie allebei toch wel iets met zijn insane Minecraft render. Voor de rest heb jij hier wel al je social media staan, wat de rest niet had. Ja, je haalt wel meer views en je hebt ook meer abonnees. Je hebt meer playlisten en die heb je hier ook neergezet. Dus je hebt echt categorieën gemaakt. En je hebt ook echt een squad, zeg maar, hè, waar je gewoon je vrienden neerzet. Ook ik sta bij je dingen, je recommended, dus heel erg bedankt. Nu maar even kijken of je kwaliteit levert. En zo ja, dan maak je een hele goede kans om te winnen. Want je hebt ook nog eens een hele uitgebreide beschrijving hier te staan. Sowieso heb je al vrij goede kwaliteit en je edit, dus dat ziet er goed uit. Oh my god, die fucking god. Face reveal question mark? Holy damn. Oh, dit is amazing. Oh, ik hou hiervan. Oh, kawaii. Dit is amazing. Hij heeft hier gewoon een fucking vet raam. Hier heeft hij dan zijn pc, zolderkamer. Hier heeft hij zijn bed, wekker. Dit is amazing. Voor de rest heb je niet een enorm erg uitgebreide kanaalbeschrijving, maar je hebt hem wel. Dus even voor de duidelijkheid, Loes Langes had de beste kanaalbeschrijving, QuickAim had er geen en jij bent dan de tweede plek. Ook met je design sta je op tweede plek, maar je bent wel de enige die naar mijn mening echt super leuke video's levert. Ook echt je social media hebt klaar te staan, je kanaal beter in elkaar hebt gezet dan de andere. Je beschrijving geef ik ook een tweede plek, die van QuickAim vond ik toch wat beter. Maar ik vond je video's gewoon echt heel erg leuk en je design is ook erg tof, dus... Ja, stem op hem als je hem de leukste vindt. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was hem dan, de allereerste episode van Kanalen Trashen. Nou, trash ik ze natuurlijk niet heel erg, maar het is iets anders dan kanalen beoordelen, dus ik heb een andere naam nodig. Origineel content. Regardless, ik ga nu mijn stem uitbrengen die ik de beste vind. En als ik bijvoorbeeld op Henk stem en jullie stemmen ook op Henk, dan heeft Henk gewonnen. Maar als ik op Henk stem en jullie stemmen op Pietje, wie heeft er dan gewonnen, vraag je je af. Nou, dat zal ik je vertellen. Dan ga ik een random persoon vragen, gewoon een random jurylid. En dan gaat hij de winnaar uitkiezen. Dus dat kan een van jullie zijn, dat kan een vriend van me zijn, andere YouTuber, whatever. Maar laten we eens kijken hoe dat zou gaan. In ieder geval, mijn foto gaat uit naar... Gekke Gameplay. Puur omdat hij niet alleen de actiefste uploader is, naar mijn mening de leukste content maakt, maar ook nog eens de rest goed in elkaar heeft gezet en mijn wijze recommended gezet. Ja jongens, dat geeft pluspunten. Anyways, drop een like, laat een drop achter wie jij de winnaar vindt. Stemmen jullie ook op Gekke Gameplay, dan is hij de winnaar. Stemmen jullie op iemand anders, dan zal er een jurylid worden bijgehaald. En volgende woensdag rond 6 uur komt de volgende video online. En dan zullen er 3 nieuwe kanalen bij zijn. En dan komen jullie de winnaar te kennen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Joejoe.